Het Omroep Brabant voedselpakket. Een zak pasta saus, een pak pasta en een pak rijst. Wat kun je met deze minimale ingrediënten maken voor feestelijke gerechten? We gaan het vandaag vragen aan chef-kok Jasper Kortsmit. Ik wil vandaag een pasta maaltijd gaan maken. Groente, vlees, pasta, pennenpasta. En als dessert een rijstepap. Lekker ambachtelijk, authentiek. Leuk voor deze tijd van het jaar. Jasper begint met het pasta gerecht en dat doet hij alleen met de producten uit het voedselpakket. Behalve het gehakt, dat hebben we vers gekocht. Het pasta gerecht maakt hij af met geroosterd brood. Even in de pan met een klein beetje boter bakken. Licht goudbruin. En als het goed is, heel klein beetje peper en zout erop. Heel erg lekker. Binnen een minuut of 10 is het pasta gerecht klaar en kan het bord worden opgemaakt. Ik doe er eigenlijk lekker een stukje gegrild brood bij. Daarnaast mooie rucola salade, nootachtige smaak. Nou, ziet dat er niet feestelijk uit? Het dessert is een zelfgemaakte rijstepap. Die brengt Jasper op smaak met wat suiker en vanille. Nou, zijn vanillestukjes misschien niet per se het goedkoopste artikel. Wat is daar nou een vervangend alternatief voor? Natuurlijk gewoon in de supermarkt. Vanillesuiker, kleine zakjes. Bij iedere bakkershoek in de winkel. En ook het dessert wordt feestelijk afgemaakt. Uiteraard met goedkope en houdbare producten. Peperkoek die iedereen thuis heeft. Heel dun gesneden. In de oven. Uurtje, 100 graden. Heel erg krokant, goed van smaak, past goed bij het gerecht. Met de speciale voedselpakketten kunnen ook de Brabanders die het dus niet zo breed hebben, genieten van een mooi en lekker kerstdiner. Dat was ook de bedoeling van de ingrediënten van vandaag. Lekker koken, simpele ingrediënten en lekker eten. En het hoeft helemaal niet duur te zijn. Absoluut niet. Smakelijk.